Kesso. Met kreeg even in zijn gezicht gedouwd. Eindelijk in ons leven in de cyclo. Vakantie in Frankrijk. Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe vlog over Ome Teppe. Wij zijn nu nog in Granada. Onze minst favoriete stad tot nu toe. En wij gaan proberen met een chickenbus naar Ome Teppe te komen. Een eilandje midden in het grote meer van Nicaragua. Twee bussen en een boot. En we gaan nu even kijken in welke we moeten. Viva, si! Nou, deze man die helpt ons al. Wat gaat deze Rivas? Staat erop. Ja. Nou, even in deze chaos een taxi vinden. Ja. Jongens, al sinds onze eerste reis in Azië willen we heel graag in een cyclo zitten. Dat is zo'n fietsbakje dat je dan voorop gaat zitten en een mannetje fietst. Dus wij onderhandelen net voor een taxi, dus die man zegt ja, is goed. Dus wij lopen mee naar zijn taxi. Is het een cyclo? Met eindelijk in ons leven in een cyclo. Ja, ja. Dat gaat wel lang duren zo. Nou, daar gaan we. Slaktempotje. Ja. Terug op eiland blijven. Ja, we zijn weer op een eiland. Wel een ander soort eiland dan normaal. Een eiland bestaand uit vulkanen. Met is nu al aan het spotten waar de Comida China is. Oh, oh, oh. Dit eiland wat dus uit twee vulkanen bestaat, heeft allemaal verschillende kleine dorpjes. En op internet zeggen ze, ja, die kleine dorpjes, daar moet je verblijven. Maar het zijn niet echt dorpjes te noemen, het is gewoon een soort van één weg. En wij hebben besloten om in het grote dorpje te blijven, het hoofddorpje, waar je ook aankomt met de ferry. Omdat hier gewoon wat meer opties zijn voor eten en zo. En dat vinden we gewoon leuker. En we hadden ook gezocht op hotel met zwembad. En dit was een van de weinigen die betaalbaar was. Dus, vandaar. We zijn aangekomen. We hebben echt een heel chill hotelletje. We betalen er iets meer voor dan normaal. Maar we hadden echt even behoefte aan een chille kamer en lekker zwembad. Dus we gaan nu eerst even afkoelen in het zwembad. Want we hebben het vet heet. Matt en ik zijn een gezellig spelletje aan het doen. Maar niet heus. Maar goed, we zitten wel gezellig hier voor ons kamertje. Ik krijg 5 miljoen van je. Ja, even rustig aan jij. Even rustig aan jij. Hier zitten we. Daar zwembadje. Ik zal het morgen in het licht nog even laten zien. En daar gaan we straks lekker avondeten. We hebben echt een beetje het vakantie in Frankrijk gevoel. Ja. We komen net uit Lyon. Dat is natuurlijk een stad. En Granada ook echt een drukke stad. En we zitten nu een beetje, ja, natuurlijk weer eilandleef, maar we hebben echt een beetje vakantie in Frankrijk gevoeld. Ja, echt heerlijk. Goedemorgen. Nieuwe dag, Jut en Jo gaan op pad. We hebben een scootertje gehuurd vandaag en we gaan lekker een rondje over het eiland rijden. En even kijken wat we allemaal tegenkomen onderweg. We hebben geen idee. Ja, we hebben er zin in. Het eiland bestaat uit twee vulkanen en daar kan je zeg maar omheen rijden. Dus je kan een achtje rijden. Hoewel ik niet zeker weet of je ook langs alle kanten er langs kan. Maar dat gaan we vandaag ontdekken. Waar zijn we met? Op het
vliegveld van Ometepe. Het vliegveld. We staan op de landingsbaan. Ja, we staan op de landingsbaan. En als er dan een vliegtuig komt, dan haalt iemand dit snel weg. En dan sluit het even de weg af en dan kan er een vliegtuig hier landen. Ja, weet je wanneer ze komen? Dat wil ik wel zien. Toren. Ja. En daar zit Ron dan. In dat torentje zit rond te chillen. Eén keer in de week landt er een vliegtuig. We zijn op het strandje van een of ander natuur iets beland. We wilden even kijken bij het natuurpark, maar we konden niet echt de ingang vinden. Even wachten, ja. De familie steekt over. Wow, let's go, Dio. We hebben een privéstrandje gevonden. We hebben net lekker gezwommen daar in het meer van Nicaragua. Maar Mattie had zijn mondkapje nog in zijn zak. En die had geen zin om terug te lopen, dus heeft hij hem maar zo gedaan. Die man is niet goed, hè? Handig toch? Jongens, willen jullie alsjeblieft even in de comments mij bevestigen dat Matt niet goed bij zijn hoofd is? Maar goed, ondanks dat ik hier met een gekkie ben, is het wel echt heel chill hier. Er is ook nog steeds helemaal niemand. Privéstrand. Ja. Nou, we hebben net geluncht hier en nu gaan we door met de rest van het eiland. Vámonos! We zijn nu in het gedeelte wat door alle reisblogs wordt aangeraden om hier te verblijven. Het ziet er ook echt super leuk uit, dus we gaan even een kijkje nemen. Nou, we zijn in de Late Crab Hostel. Iedereen raadde deze aan, maar we waren eigenwijs. Het ziet er op zich wel leuk uit, maar ik ben wel blij dat we gewoon bij ons wat luxere dingetje zitten. Zaterdagmiddag, borrel. Cheers. 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 We hebben gisteren geen vrij Mibo gedaan, dus vandaag mag het. Ja. Nou, daar gaat ze hoor. Stef is lekker aan het rijden hoor. Nou, we lopen nu naar een plekje waar we de zonsondergang gaan kijken. Als we wat kunnen zien. Dus toen we terugkwamen van scooteren bij ons hotel. Toen dachten we, nou we gaan even bij het hotel. En toen klaarde het helemaal op. Toen dachten we, oh, we gaan mooie zonsondergang zien. Nu we er zijn, is het weer een beetje betrokken. Het ziet er wel vet uit hier. Het ziet er wel cool uit. Dus we gaan hier gewoon even lopen, even zitten. En dan zien we het wel. Goedemorgen. Ik zou nog even laten zien waar we slapen. Nou, hier dus. We hebben hier lekker een zitje voor onze kamer. Onze kamer is ook echt heel chill. En daar is het zwembad. Het is echt ook een lekker zwembad. Gewoon goed schoon en zo. En hier zit het bekkie te ontbijten. Nou, we hebben vandaag even een chill dagje. We gaan lekker bij het zwembad liggen. En ik ga de vlog maken. Ja. Gisteren hebben we de hele dag de scooter gehad. En hebben eigenlijk het hele eiland verkend. En was super leuk. Ja. En vandaag genieten we ook eventjes van de mooie accommodatie die we hebben geboekt.
Soms is dat met reizen zo. Soms in het begin reizen we echt sneller. We merken nu al dat we een versnelling terug hebben verschakeld. Maar nog steeds doen we vaak wel elke dag wat. We hebben net over gehad wat we hier nog meer konden doen op het eiland. En we hebben besloten om... er werd aangeraden om een kajaktour te doen. Door een beetje door een rivier, een mangrove, kon je kaimannen zien. Maar het was wel duur. Je was dan uiteindelijk $75 kwijt. Met z'n tweeën wel. Met z'n tweeën. Twee uurtjes kajakken. Dus we hebben net besloten om dat niet te gaan doen. Ja, gaan ook omdat de rivier vrij droog staat nu. De rivier is vrij droog. We gaan natuurlijk hierna naar Costa Rica. Dus we hebben besloten om ons geld in ons zak te houden. En in Costa Rica uit te gaan geven. Ja, dus vandaag gaan we lekker een dagje hier. We blijven ook de hele dag hier. Avondeten hebben Chinese night. Met de zin zinopjes. Ja, lekker. Nou... Nu gaan wij hier onze kont neerzetten en er niet meer van afkomen. Joe! We hebben vandaag een lekker dagje bij het zwembad gehangen. En nu zijn wij aan de cocktails. Heb ik gekregen van mijn vriendinnen van de VU als afscheidscadeautje. Mochten we op reis allebei twee cocktails uitkiezen. Dus die hebben we nu geïnt, hè. Dus we gaan hierna nog een rondje doen. Ja. We dachten, dit is wel een goede plek. Lekker aan het zwembad, cocktailtje, palmboompjes. Top. Geniet ons. Goedemorgen. Wij zijn nog steeds op het eiland Ometepe. Gisteren hebben we lekker weinig gedaan. Lekker aan het zwembad gehangen. Vandaag hadden we allemaal wilde plannen. Maar we hebben ze allemaal geskipt. En we gaan toch vandaag ook weer lekker bij het zwembad hangen. We gaan nog wel straks even wandelen naar het dorpje. En dan gaan we daar even lunchen. Even winkeltjes kijken. Mensen kijken. Gewoon even leuk. Er is wel echt... op zich best wel veel te doen op het eiland, maar wij zitten net niet in het goede seizoen. Zo kan je bijvoorbeeld naar een waterval hiken, maar wij zitten echt aan het einde van het droogseizoen. Dat is ook te merken aan de hitte. Wat betekent dat die waterval dus helemaal droog is. Dus als we daar nu heen gaan hiken, dan ben je daar en dan zit er geen water in de waterval. Dus dat is helemaal niet leuk. Je kan ook nog, wat we dus al vertelden, een kajaktocht doen over door de mangroves. Maar ja, ook dat is helemaal droog. Dus als je daar bent, dan ben je de helft van de tijd loop je gewoon naast je kajak. Of tenminste, loop je voor je kajak, ben je die kajak achter je aan het trekken. Dus we dachten ook, ja, dat gaan we ook niet doen. En verder hebben we ook wel heel veel wel gezien op het eiland toen we met scooter gingen rijden. Dus we vinden het al mooi geweest. Ga lekker chillen vandaag. En dat was het. Nou, we lopen even in het stadje. Hallo! Goedemorgen. Wij liggen even op bed voor de ventilator te wachten tot we zo naar de ferry gaan. En dan gaan we het eiland weer verlaten. Wij hebben echt genoten van Ometepe. Het was heerlijk. Ik moet eerlijk toegeven dat we hier niet super actief zijn geweest. Dat kan mede omdat we ook gewoon even behoefte hadden aan om lekker een beetje te chillen. Maar daarnaast... men is hier heel erg aan het wachten op het regenseizoen, omdat het hier echt kurkdroog is op het moment. Het is ook echt warm, het is elke dag echt wel boven de 35 graden. Natuurlijk zou je ook een trekking op de vulkaan kunnen doen, maar we hebben de afgelopen 2 weken zoveel vulkanen gezien, dat we dat voor nu wel even mooi vonden. We hebben echt genoten hier, we zouden deze accommodatie ook zeker aanraden, het was echt heel fijn. Supermooi zwembad, heerlijk eten, ook echt goed te betalen allemaal. Dit was echt een beetje vakantie in Frankrijk gevoel. We zien jullie weer in San Juan. Yes, of misschien op de route erheen nog. Yes. Doei! Zo, dat was een warme wandeling. Met zweet zelfs. Met zweet nooit, maar vandaag wel. Ja. Dit is geloof ik de ferry die we moeten hebben. Hey, deze gaan we straks huren in Costa Rica. Ja, kijk wat een leuk dingetje. Zoveel zin in. Maar goed, eerst nog naar San Juan del Sur. Iemand is de kip kwijt. Grappig. Loopt die kip nou gewoon naar beneden? Ja. Ze heeft hem weer. Nou, we zijn op een lokale markt op zoek naar de bussen. Maar ik zie niet echt gebeuren dat hier binnenkort bussen staan. Lekker hysterisch dit. En dat in 38 graden. Jongens, dames en heren, in heel Nederland, Matthew zweet. Normaal gebeurt dat niet zo snel. Maar het is nu gewoon
tegen de 40 graden in deze bus. Oh. Het is net alsof je in een sauna zit met je kleren aan. Ja, ik zal niet laten zien maar hoe ik eruit zie. Maar ik wil kijken, even deze bus. Ik kan gewoon met mijn knieën achter de stoel zitten. Ja, het is niet de chickenbus zoals die we vorige keer hadden. Nee, het is best wel een degelijke bus. Ja. In ieder geval, hij heeft hem nog niet gestart en we zijn nog niet gaan rijden. Maar, nee. En ik ben benieuwd of ze ons weer gaan afzetten dat wij weer 3 keer zoveel betalen als de locals. We hebben net even aan dit mevrouwke, een kleine vrouwke, gevraagd wat zij betaalt. Zij betaalt 25. Ja, dat is dus 65 denk, cent. Ja, dus ik denk dat wij 100 moeten betalen. In totaal, hè? Nee, per persoon. Maar goed, we gaan het afwachten. Nee, we gaan niet 4 keer zoveel betalen. Nee, we gaan maar 50 betalen. Maar ik denk dat ze willen dat we... Ik geef gewoon 50, that's it. Ja. Nou, we gaan het zo meemaken. En er komen elke 2 minuten verkopers langs. Elke 2 minuten, elke 10 seconden. Oké, elke 10 seconden bedoel ik. En het wordt allemaal leuk eetzwaar. Ik zal even wat aan jullie laten zien. Deze man heeft chips aan een ring. Achter hem komt nog iemand. Met de warmer. Oh, hij heeft ook scheermesjes. Wil je scheermesje? Even kijken wat zij heeft. Kijk, er komt nog een mannetje. Die heeft nootjes aan zijn ringetje. En ook chips. En popcorn. En hij heeft deze mevrouw ingehaald. Die heeft... Queso. Met kicht en vis gezicht gedouwd. En deze man heeft afwas. Ik heb geen idee. Wat heeft hij? Even kijken, wat komen ze nu? Zij heeft koekjes. En water. En deze mevrouw heeft ook drinken. Bananenchips. Lekker snoepjes heeft hij ook. En nog meer koekdingetjes. Maar deze man die doet goede zaken. Hè? Die man met die afvalstel. Wat zal die hebben? Een zakje? Oh, mais. Het is echt mais. Ja, kijk, lekker mais. Ja. Ben je ook een meisje? Nee, ik ben wel een vrouw. De scheermesjes zijn er weer. Kijk, scheermesjes.